De seizoensarbeiders bij paprika- en tomatenteler Season in Capelle kunnen sinds 5 maanden wonen op het eigen terrein van het bedrijf. De gemeente vindt dat het project goed verloopt en pleit daarom bij de provincie voor meer van dit soort huisvesting. Zeker ook omdat de provincie hier ook kennis van heeft genomen en heeft gezien dat het ook goed is opgezet. En dat dat ook mogelijkheden biedt voor andere gemeenten. De vooral Poolse seizoensarbeiders zelf zijn tevreden over de woningen. Er is alleen één nadeel. Er is niets te beleven. Do miasta jest daleko, po pracy ludzie są czasami zmęczeni i też się nie chce jechać, jak gdyby to wszystko było na miejscu. De provincie moet nog besluiten of dit soort huisvesting ook op andere plaatsen mag. Hans Jansen uit Vlissingen is vanmorgen vertrokken naar het Afrikaanse Malawi. De Vlissinger zal de tocht fietsend afleggen, een tocht van zo'n 12.000 kilometer. Ik heb ervaring genoeg, want ik ben al een keer van hier naar Japan gefietst. Dus wat dat betreft neem ik aan dat me wel weer zal lukken. Ongetraind, maar ik heb 12.000 kilometer om te trainen, dus het zal wel goed komen. Met zijn gesponsorde tocht wil Jansen geld ophalen voor maaltijden voor schoolkinderen in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Een flinke reis zal het worden, maar Jansen heeft dat er wel voor over. Altijd heb je momenten dat het gewoon heel zwaar is. Maar het mooie ervan is, als je dat dan zeg maar overwint, dan voelt het extra goed. We zijn vandaag op camping De Muiwen in Sint Maartensdijk. Vragen de mensen wat ze ervan vinden. We hebben hier allemaal appelbomen staan en perenbomen staan, waar de kinderen ook lekker van eten, wij natuurlijk ook. We hebben net gisteren nog wat appelmoes proberen te maken voor bij de pannenkoeken. Nou, echt heel erg leuk. Met name mensen van onze leeftijd en zo. Ook voor kinderen, maar voor onze leeftijd vind ik het een hartstikke goede camping. Super, echt geweldig. Voor de kinderen helemaal. Echt heel veel te doen, heel veel animatie. Die vertrekken 's morgens en die komen 's avonds thuis. Dus daar gaat het om, hè? Kinderen naar het zin, ouders naar het zin. Ik vind hem top. Helemaal top. Een goede, dikke 8. Zeker top. Top. Helemaal top. Volgend jaar zijn we hier weer. We sluiten af met het weer. Het ziet er naar uit dat het vandaag voor het eerst weer eens een hele dag droog zal zijn. De zon laat zich regelmatig zien en er staat maar een matige wind. De temperatuur ligt rond 18 graden. Geniet van de dag, want morgen zal het een stuk bewolkter zijn.